Ik heb hier een soort kleine collectie met bajonetten en een Nederlands vechtmes, een stormdolk. En dit is allemaal afkomstig van de heer Hettinga uit Gaanderen. En de heer Hettinga heeft voor mij heel veel betekend. Die heeft mij in contact gebracht met heel veel verzetsmensen al in de jaren 80. En door die contacten die ik via hem kreeg op de dag van het verzet, wat een jaarlijkse reunie van verzetsmensen was, heb ik heel veel materiaal uit de oorlog kunnen veiligstellen. Maar het belangrijke was niet het materiaal veiliggesteld, maar ook de verhalen van de mensen toen op kunnen tekenen in de jaren 80 en 90. En toen het huis ontruimd werd, toen vonden ze onder de vloer deze drie messen op de zolder. Een paar planken had hij losgemaakt. Het was wel bekend dat hij dat soort dingen deed, dus de familie heeft heel secuur het huis afgezocht. En de mooiste is deze drie, dus Nederlandse stormdolk. En dat is een wapen wat naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog werd gemaakt. Het Nederlands leger had geen mes voor man-tot-man gevecht eigenlijk, een vechtmes. En toen hebben ze de stormdolk ontwikkeld. En ja, dat is best wel een heel bijzonder ding qua vormgeving. En die is in eerste instantie gemaakt van oude spoorrails. Want dat mocht in Nederland natuurlijk weer niets kosten. De oude spoorrails waren er nog en die werden omgesmeed tot klingen voor de stormdolk. Een bijzonder Nederlands stuk. Dit is de Duitse K98 bajonet. Standaard bajonet van de Duitse soldaat. Voorop de geweerde K98 in een absolute perfecte staat. En dit is het bajonet voorop de Garand, Amerikaanse wapen. Waar een stukje vanaf is, maar waar hij zelf weer een houder aan heeft gezet en pas klaar heeft gemaakt. En hier heb ik een heel bijzonder stuk. Dat is, dit vind ik zelf wel leuk, dit is een Lebel-bajonet. Die dateert van de Eerste Wereldoorlog. En het heeft vier bloedgleuven. Het is een verschrikkelijk bloeddorstig wapen. En deze had een bijzondere plek bij meneer Hettinga, want die had hij onder zijn bed liggen. En dat heeft hij mij ook wel eens verteld, maar dat had hij zijn kinderen ook verteld. Als er dan toch eens een inbreker binnenkwam, nou, dan zou die ze wel met die bajonet. Dus dat, ja, de heroïsche van het verzet, zeg maar, de mankracht, die had hij toch nog steeds onder zijn bed liggen. En toen de kinderen het huis opruimden, lag hij ook daadwerkelijk onder het bed. En ja, die collectie is mij ter hand gesteld. En ja, dit is voor mij symboliseert dit een fantastisch leuke herinnering aan een verzetsman die heel veel betekend heeft voor het verzet in de Achterhoek. En voor mij in het bijzonder om de verhalen van de oorlog vast te leggen.